A-Stay, dat is de nieuwe place to be voor wie voor korte of langere termijn in Antwerpen verblijft. Een prachtig interieur en heel wat faciliteiten zorgen voor een unieke ervaring voor elke reiziger. A-Stay wil de trend zetten voor hoe gastvrijheid er in de toekomst zal uitzien. Wat is volgens jullie belangrijk voor de reiziger van vandaag en morgen? Wel, wij weten uit analyses dat de moderne reiziger gebruik wil maken van technologie om met self-service en zijn eigen keuzes eigenlijk de zaak naar zijn hand te zetten. En hij kan A-Stay naar zijn hand zetten door de technologie die wij ter beschikking stellen van onze gasten. Comfort en flexibiliteit dragen jullie hoog in het vaandel. Hoe zorgen jullie daarvoor? Wel, het is zo dat als de gast zijn booking doet, hij nog steeds andere opties kan toevoegen. Hij kan zelf beslissen als hij langer blijft of hij een cleaning in zijn kamer wil of niet. Hoe vaak hij die cleaning wilt. De kamer op zich, de matras, de douche zijn van topkwaliteit. In welke stijl of sfeer werd het hotel ingericht en op welke reiziger mikken jullie? Wij mikken op jonge, dynamische reizigers die de stad willen ontdekken. Zoals je kan zien, het is een modern hotel of gebouw met een heel open platform. Ja. We hebben verschillende hoeken hier in onze playground. Wij noemen de lobby de playground. All right. Ja, dat is een beetje het concept. Een open, industriële look waar mensen vrij kunnen bewegen. Ja. Ja. En van waar komt dat eigenlijk, dat jullie dit de playground noemen? Wij vonden het een beetje saai en saai om normale namen te gebruiken. En we hebben voor verschillende functies in ons hotel namen uitgevonden. Ja. De lobby is de playground. U zal straks de mayor, dat is de burgemeester, ontmoeten. De baas van het hotel. Ja, want de die directeur gaat mij rondleiding gaat geven. Rondleiden. Ja. En het personeel dat hier werkt zijn de locals. Want vergeet niet, we want to unfold the city. Ja. En dat is een knipoog naar unfolding the city. Ja. Jij bent de mayor, de mayor. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Dat klopt. Waar zijn we nu? U bent in A-Stay. U bevindt zich hier in het check-in en check-out gedeelte. Oké. Okay. Mensen gaan hier registreren en vanaf dan begint eigenlijk een avontuur. Oké. Okay. Gaan we eens naar een kamer zien? We gaan eens kijken. Kom. If you fall, I'll be there. Floor. Gewoon de rest voorhouden. Als je het kan. Allee, hoe gezellig is dat? Hoe tof is deze? Dat is mijn lievelings. Dat is daar speciaal voor gemaakt. Ja, echt een max. Laptop op je schoot. En de verlichting is ook heel tof. Heel gezellig. Heel speciaal. Verlichting kan u ook gaan zetten zoals u dat zelf wilt. U kan de kleuren veranderen. Okay. TV met alle connectiviteit. Ja. Je kan hier streamen, je kan je Netflix-account streamen, terwijl dat de andere persoon op Facebook of Instagram zit. Allee. Wat is het volgende? Het volgende. Dat gaat niet stoppen. We gaan verder in de toekomst met een roomservice, met een robotje. Allee, ja. Nee. Maar dat is in een tweede fase. Ja. Jullie hebben een ruim assortiment opties, van een fitness tot meenemaaltijden. Wat bieden jullie allemaal aan? We hebben bijvoorbeeld een kitchen in a box, waarbij je de klant of de gast de kans geeft om in de kamer of beneden een maaltijd voor te bereiden. Dat is een stoomoventje, waarbij je verschillende lekkere maaltijden kan kiezen. We hebben een wasserette voor mensen die wat langer verblijven, een laundry room. We hebben een app daarop toegepast waarbij de gasten dus eigenlijk verwittigd worden wanneer hun was klaar is of de droog klaar is. Ja. Jullie creëren een unieke sfeer door samen te werken met locals. Wat doen jullie zoal? Het begint bij de kunst bijvoorbeeld. Als u ziet die muurschilderingen, dat is een lokale kunstenares, Charlotte Kok, die ervoor zorgd heeft dat we toch met een knipoog naar de zoo die link hebben gemaakt. En ook de leveranciers waarmee we werken zijn allemaal lokale producten hier uit de stad. En daardoor krijgt men toch een gevoel, een flavor voor wat er hier in Antwerpen allemaal voor lekkers ter beschikking is. Het feit dat jullie zo innovatief zijn en bijvoorbeeld geen receptie hebben, denk je niet dat dat mensen zal afschrikken? Nee, integendeel. Door de technologie geven wij onze locals de kans om meer met onze gasten bezig te zijn. En hun te wijzen, een lokale tips te geven en te wijzen wat er leuke dingen zijn om te doen hier in de stad. Dus we are freeing up time to do more fun things, om het op zijn Engels te zeggen. Ja. Ja.
Voilà, hier komen we aan de square. Vergaderzaal tot 10 personen. Met een geïntegreerde keuken, dus als u wenst, kan u hier ook gewoon zelf een maaltijd klaarmaken. Ja. Ja, dit is onze signature tafel. Gaan mooi, we in elke eerste hebben. Ja. Bedoeling, u ziet lang, veel plaatsen. Bedoeling is dat mensen samen gaan zitten. Co-working, co-living. Ook s'morgens. Ook Belgisch. Eigenlijk Belgisch, inderdaad. En s'morgens voor het ontbijt. We hebben hier een ontbijtbuffet. En hier ook opnieuw. We willen echt mensen samenbrengen. Dat is voor ons heel belangrijk.